Hallo allemaal. Nou, aan de titel, thumbnail en mijn stemming kunnen jullie vast wel begrijpen dat dit helemaal geen leuke video wordt. Nou, als jullie de vorige video hebben gezien, weten jullie wellicht ook waarom. We zijn namelijk met Valentijn naar het SMDC in Hees geweest voor een second opinion en een groot klinisch kreupelheidsonderzoek, waarbij ook röntgenfoto's zijn gemaakt en een echografie. En ik heb geprobeerd om een paar dingen daarvan te vloggen. Maar de dag liep gelijk al helemaal niet zoals het had moeten zijn. Sowieso was ik best gespannen voor die dag. Omdat ik misschien al aan de ene kant al wist dat ja, met een jong paard al zo lang slecht loopt, zeg maar, dat is gewoon geen goed nieuws. Dus met zware schoenen zijn we al naar Hees gegaan inderdaad. En toen we daar aankwamen, hebben we ons aangemeld bij de balie. En Valentijn van de trailer afgehaald. Die mocht even in de gang wachten. En daarna mochten we gelijk naar binnen naar de behandelkamer om onderzoek te doen. De dierenarts had nog niet eens een volledig rondje om hem heen gelopen. Of veel onderzoek kunnen doen. Want toen ze hem aanraakte en hem vroeg om het voetje voor te geven, trapte Valentijn zo intens hard uit met zijn achterbeen. Waarbij hij de dierenartsen raakte op haar knie. En hierdoor kon het onderzoek op dat moment al niet doorgaan. Want Valentijn die had de dierenartsen zo dusdanig verkeerd geraakt op haar knie, dat ze momenteel met een brace loopt. En dat was dus al een ding wat gewoon helemaal de soep inliep. Toen hebben we met de dierenartsenassistenten besproken wat het beste plan zou zijn. En we mochten Valentijn daar op stal zetten en hij is daar een nachtje blijven slapen. Zodat ze konden kijken als de dierenartsen zich beter voelden of er was een andere dierenarts beschikbaar. Dat ze dan alsnog het onderzoek bij Valentijn konden doen. Het onderzoek is alsnog woensdagmiddag uiteindelijk gebeurd. Dwen en ik waren hier niet bij omdat we al naar huis waren gegaan, zeg maar. Want het had voor ons geen zin om daar te blijven, zeiden ze. Dus dat advies hebben we opgevolgd en toen zijn we dus naar huis gegaan. Later op de middag werd ik dus gebeld door de dierenartsen. Ik had van tevoren zelf ook nog even gebeld om te vragen hoe het met haar was natuurlijk. Omdat zij zelf ook getrapt was door mijn paard. Dus ik wilde ook even weten hoe het met de dierenartsen ging. En dat ging gelukkig wel al beter. De uitslag van Valentijn die was echt negatief. Ik heb hier het complete document eigenlijk. Ik zal kijken of ik hier een stukje uit voor kan lezen. De bevindingen van het klinisch onderzoek. Algemene indruk, attent jong paard. Valentijn is 3, bijna 4. Hij was net bezig met zijn basisopleiding toen hij kreupel werd. En hij vond het spannend daar, dat was te zien. Doet nog groen aan in reacties en slaat gericht tijdens het onderzoek. Heeft hierbij de dierenarts verwond. Gedetailleerd klinisch onderzoek is hierdoor ongestudeerd niet veilig mogelijk in een iets ruimere conditie. Dat wil dus zeggen dat ze niet zonder sedatie hebben kunnen doen alle onderzoeken bij Valentijn. Wat misschien ook de pijnsignalen een beetje anders afgeeft. In iets ruimere conditie wil zeggen dat hij aan de volle kant is en dat hij eigenlijk niet zwaarder moet worden, maar nog niet te dik is. Dit weten en hier zijn we ook al met voer hebben jullie ook al iets aan aangepast. Hij is onbeslagen. Hij stond wat kort op zijn hoef en hij was gevoelig in zijn hoef. Verder beenwerk geen relevante bevindingen en de rug ook geen klinisch relevante bevindingen, dus dat is mooi. Tijdens het dynamisch onderzoek, dus inderdaad waar ze met hem gaan lopen, rechtsom verminderde kootvering en verkorte pas naar achter. Mobiliteit wervelkolom acceptabel, coördinatie goed. Op de rechte lijn is hij onregelmatig, 2 uit 5.
En op de harde volte rechtsom 3 van de 5. En linksom is veel comfortabeler. En een zachte volte eigenlijk een vergelijkbaar beeld. Ja, dat wil gewoon zeggen dat Valentijn flink kreupel is. Rechtsom. Dat wisten we al. Linksom is hij veel beter. Daar is het een 1 à 2 uit een schaal van 5 op kreupelheid. Maar rechtsom op de volte is hij gewoon een 3 uit 5 kreupel. Ja, het röntgenologisch onderzoek. Daar zie je gelijk al dat het gewoon helemaal mis is. De links voor ondervoet. Uitgebreide verbening van beide hoefkruikbeenderen. Op uitprojecties geen aanwijzingen voor fractuur in de hoefbeenstaker. Dat betekent dat hij geen fracturen heeft. Er is wel verdichting van het bot op het straalbeen. Om een lang verhaal kort te maken. Valentijn heeft hoefkatrol door een forse afwijking en structuur en de vorm van het straalbeen. Dus eigenlijk door zijn conformatie. Ook heeft hij een kleine botkiste bovenop zijn voet. En verkraakbening, dus een soort van lichte vorm van artrose op de plek waar al waar de hoefkatrol zich plaatsvindt. Dit is geen goede diagnose. Het is een hele slechte diagnose. Het betekent dat Valentijn ook niet meer beter zal worden. Er is geen behandeling. Er is geen operatie wat ervoor zorgt dat Valentijn beter wordt. Hier staat ook bij, gezien de uitgebreide veranderingen en de duur en de ernst van de klachten, is de prognose als rijpaard mijns inziens gereserveerd tot slecht. Zeker gezien de conformatie leidt tot een verhoogde druk op het hoefkatrolgebied. Valentijn is dus compleet afgekeurd als rijpaard. Dit wil zeggen dat we nooit, maar dan ook nooit, op hem mogen rijden. Hij mag ook niet voor de kar. En in principe geen zwaar werk doen. We mogen enorm van geluk spreken dat we hem niet direct hoeven in te laten slapen. We zijn natuurlijk ontzettend blij dat dat niet hoeft. Of althans nog niet. Maar natuurlijk wel intens verdrietig weten dat je paard nooit meer beter zal worden. Dat het alleen maar erger kan worden. En dat de prognose gewoon echt heel slecht is. Er zijn 3 opties met mij en Dwayne besproken over wat we kunnen doen bij Valentijn. De eerste optie was kijken of we nog aanvullend onderzoek konden doen met een liggende MRI. Om onder algehele anesthesie om een compleet beeld van de schade in de linker ondervoet te kunnen inventariseren. En dat betekent dat je dus een compleet beeld krijgt van alle schade die hij of opgeloofd heeft in zijn voet. Maar dit wil met name zeggen dat je gewoon weet van te slecht naar te horen. Ja, kan onderzoeken of het slecht is of nog slechter. Dus het, ja, wij vonden allebei voor een jong paard die best wel groot is en lastig onder anesthesie te krijgen, dat een liggende MRI, dat willen we niet meer aandoen. Dat is echt, dat vinden we te veel. Dat gaan we niet meer aandoen. De tweede optie was een behandeling om te proberen om Valentijn zo comfortabel mogelijk te krijgen met de aandoeningen die hij heeft. Dit wil zeggen dat hij aangepast beslag krijgt. Dus hoefijzers met een soort van dempingkussentje. Die ervoor zorgt dat hij extra steun krijgt. En waardoor hij de pijn dus niet zo. Waardoor de pijn minder wordt. Dus dan wordt dat in ieder geval ontlast. Die diepe buigbeest die wordt dan ontlast. Waardoor hij eigenlijk niet meer kreupel zou moeten lopen.
En dan ja, pijnvrij als wij de maatje door kan leven. De derde optie was een neurectomie. Deze is niet toegestaan in Nederland, dus hiervoor zouden we naar België moeten gaan. Een neurectomie wil zeggen dat de zenuwen van een paard hierbij compleet worden afgesneden. Dus in principe, hij heeft alles wat hij in zijn voet heeft, heeft hij dan nog. Maar hij voelt het niet meer. Dus in de ogen van mij en Dwayne was dat eigenlijk geen oplossing. Het is hetzelfde beetje als dat jij een beenbreuk hebt dat niet goed heelt. En dan zeggen ze, ja dan doe maar je zenuwen afsnijden, want dan voel je het niet meer. Maar hij, de schade, daar kijken we dan verder niet meer naar. Dus dat willen we Valentijn ook niet aandoen. Want dat zou wel betekenen dat we hem wel als rijpaard kunnen gebruiken. Maar eigenlijk vonden wij dan dat je een beetje tegen jezelf aan het liegen bent. Want hij is niet beter. Het is gewoon verdoofd. Of het is gewoon niet voelbaar voor het paard. En we denken niet dat dat een goede oplossing was voor Valentijn. En ja, het is sowieso ook niet legaal in Nederland. En er is waarschijnlijk een hele goede reden voor waarom het niet legaal is in Nederland. Dus dat gaan we ook niet doen. Alle drie die redenen gingen ook over het managen van de aandoening, waarbij het streven is dus dat het paard zo comfortabel mogelijk wordt. En volledig herstel van de gevonden aandoening is helaas niet mogelijk. Dat is het sowieso. Zoals ik al zei, de prognose is echt heel slecht. En we gaan het wel nog een kans geven met het orthopedisch beslag, of met het speciaal beslag, om te kijken of Valentijn een kans heeft om pijnvrij te leven. Als bij de maatje, als Gasmaier. Hier zit natuurlijk de grote maar in, en dat is, als dat niet mogelijk is, dat hij alsnog moet worden ingeslapen. Omdat het niet eerlijk is om een paard zoveel pijn te laten lijden. Zoals jullie wellicht wel kunnen begrijpen, is dit een heftige klap voor mij en Dwayne. De afgelopen weken hebben we heel veel verdriet gehad. Want dit is gewoon pech. Het ligt aan zijn conformatie, dus je had het niet echt kunnen voorkomen. Of ja, gewoon niet, je had het niet kunnen voorkomen. Het is niet te genezen. Je had het niet van tevoren kunnen weten. Het is gewoon pech. Het is echt, echt, echt gewoon pech. Ja, we hebben binnenkort een afspraak staan met de hoefsmid om dus te kijken wanneer dat beslag eronder kan. Want Valentijn is bij het SMDC wel ook bekapt, zodat hij die voetstand al wat beter heeft om hem te ondersteunen. Maar momenteel zijn die nog te kort om echt ijzers eronder te zetten. Dus dat gaan we van de week even met hoefsmids bespreken. En ook met de dierenarts van het SMDC even contact houden hoe en wat. Dus ja, die kans die gaan we wel nog voor omdoen. Wat wel natuurlijk fijn is, is dat als het orthopedisch beslag oké is, dan mogen we wellicht wel nog met hem wandelen en grondwerken. Misschien een beetje vrijheidsdressuur, maar echt hele lichte dingen, zodat hij niet zijn voet belast. En ja, dat is natuurlijk wel nog een licht puntje. En ja, uiteindelijk het grootste geluk voor mij en Dwayne is dat we hem nog niet hoeven laten in te slapen. Het betekent wel ook dat Dwayne en ik wat dingen hebben besproken. Ook met advies van de dierenarts. Valentijn die mag niet meer op stal komen te staan. Hij moet buiten staan, zodat hij wel nog gedwongen is om te lopen, zeg maar. En die bewegingsvrijheid heeft. Want hoe meer die me meegt, hoe beter de bloedsomloop in de voet. En hoe ja, beter hem dat ondersteunt. Dus hij mag niet meer op stal. Dan is het geluk dat hij op een Pet of Paradise stond, waar hij nou 24/7 buiten staat. Dus dat moeten we aanhouden. We moeten heel erg op gaan letten met zijn gewicht. Dus echt het management is hier de sleutel. Hij mag niet te dik worden, want we kunnen dus niet met hem per se veel gaan trainen of laten lopen, zodat hij af kan vallen. Dus dat voor management is heel belangrijk.
Ook moeten we ervoor zorgen dat hij niet hoefbevangen raakt. Dit betekent voor hem namelijk gelijk einde oefening. Dus ook in suikers moeten we dat zien te voorkomen. Dat is met name in het voorjaar en najaar met gas opletten. En zeker omdat het een koud bloed is, is hier weer wat gevoeliger voor als je ja, algemene warm bloed paard, zeg maar. Dat zijn dingen waar we heel erg op moeten gaan letten. Wat voor Dwayne mij het belangrijkste is en blijft, is zijn geluk en zijn kwaliteit van leven. We zijn ervan ook overtuigd dat een paard met pijn, dat het beter is om deze te laten inslapen. Dus als Valentijn pijn heeft en met het orthopedisch beslag niet van die pijn ontlast wordt, dan gaan we hem toch echt in laten slapen. Maar dat is even afwachten. Dan moeten we zien om te kijken of het orthopedisch beslag werkt. En dat, ja, dat kan gewoon even duren. Dus dat is even afwachten. Het is even spannend. De hoefsmid heeft er wel goede hoop in dat dat gaat lukken. Dus dat was wel al fijn om te horen. Ja, en verder gaat zijn kwaliteit van leven natuurlijk voorop staan dan. Momenteel is het nog steeds een heel vrolijk, leuk paardje. Hij komt altijd naar iedereen toe. Hij wil graag aandacht. Hij speelt graag. Hij slaapt lang uit op de wei. En ook van onze stal meestal horen we inderdaad dat hij nog steeds zelf ook de boel op stelte zet. En achter paarden aanrent en galoppeert en graag speelt. En het is nog steeds een heel vrolijk 3 jaar oud paard. Wat iedere keer ontzettend boos wordt als we niet met hem aan de slag gaan in de bak. Dus hij heeft wel wilskracht. En hij laat niet zien dat hij pijn heeft of ongelukkig is of niet meer wil. Dus ja, dat is het belangrijkste. We gaan de monitor natuurlijk bij hem. De kwaliteit van leven en het pijnvrije is het belangrijkste bij Valentijn. En als het lukt om hem met het orthopedisch beslag pijnvrij te krijgen, dan mag hij bij ons altijd als bij de paardjes staan. We gaan hem sowieso hoe dan ook niet verkopen. Hij blijft altijd van ons. En ja, weten dat we echt ontzettend goed voor hem gaan zorgen. En dat we ons best gaan doen om hem zo gelukkig mogelijk te maken. Om hem pijnvrij te krijgen. En hem van een goed pensioen te voorzien. Nou, de komende tijd zal het echt even iets zijn wat Wayne en ik samen moeten verwerken. Het is een hele heftige klap, want we hadden allebei natuurlijk dromen met Valentijn om in het bos te kunnen rijden over het strand voor de car. En dat gaat allemaal gewoon niet meer. Dus dat is jammer. En dat moeten we achterwege laten. We zijn natuurlijk nog steeds intens gelukkig dat we hem wel kunnen knuffelen en aaien en poetsen. En met hem zo bezig kunnen zijn. En natuurlijk is rijden ook niet alles met een paard. Maar een paard koop je eigenlijk ook wel met het doel gekocht dat we erop konden rijden. Dus dat is een flinke tegenslag. En dat zal gewoon iets zijn wat wij moeten verwerken. En dat komt uiteindelijk wel goed. Maar hier zal tijd voor nodig zijn. En dan vraag je misschien af, ja maar Polly, wat gaan jullie dan doen met Wally? Want het hele YouTube-kanaal draaide natuurlijk ook om paarden en paardrijden. Wellicht dat ik misschien minder video's ga maken. Of misschien komt er nou in de komende tijd even niet zo heel veel op het kanaal. Ik ga wel nog proberen om leuke dingen te kunnen filmen. Maar dat hangt ook heel erg af van de eerste tijd hoe het gaat met Valentijn's orthopedisch beslag. Ik zal op Instagram hier wel ook posts over maken en jullie op de hoogte houden van hoe dat gaat. Dus ja, verder is het even afwachten en kijken hoe het gaat. Er is natuurlijk ook al gevraagd van, oh, ga je dan misschien kijken voor een ander paard? Punt 1, Valentijn wordt niet verkocht, hij blijft van ons. En in het budget wat we hebben, zouden we momenteel wel een tweede paard kunnen kopen en onderhouden. Maar daarbij geldt, als we dat nu zouden doen, dan kunnen we dat. Maar dan hebben we geen reserves meer voor onze eigen toekomst. En mocht er dan iets zijn als bijvoorbeeld koliek of weer een ongeluk of iets waarvoor de dieren, waar je hoge dierenartsenkosten voor zou hebben, dan hebben we geen buffer.
ook willen we dit gewoon eerst allemaal kunnen verwerken. Dus we hopen dat we op een gegeven moment, als we daaraan toe zijn, wel kunnen gaan kijken voor een tweede paard waar we ook echt mee kunnen rijden. Maar dat zal echt nog een tijd gaan duren. Dus dat is niet iets wat, ja, wat ik echt inzie voor komend jaar, zeg maar. Dus dan weten jullie dat ook. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor alle lieve berichtjes die Dwayne en ik al hebben gehad. We hebben er ontzettend veel steun aan. En ja, het is zwaar. En we moeten het even verwerken. Uiteindelijk komt het allemaal goed. Ook met Valentijn. Daar ben ik zeker van. Ik zou zeggen, zeg zeker je abonnement niet op. Want er gaan wel zeker nog leuke dingen aan zitten komen. En ja, als je op de hoogte wil blijven van hoe we verder aan het groeien zijn. Dan kan je dat ook doen op Instagram en op TikTok. Dus ja, daar blijf ik ook nog gewoon content op posten. En met YouTube, het zal misschien iets minder zijn. Maar ik ben zeker wel van plan om nog video's te maken. Want dat vind ik gewoon leuk om te doen. Ook voor mezelf, voor mijn eigen archief. Dus dat komt er zeker nog wel aan. Bedankt voor het kijken. Kudos als je deze nare video helemaal af hebt gekeken. En mocht je zelf ooit in een situatie komen waarbij je dit met je partner meemaakt, dan wens ik je alle sterkte van de wereld. Want ik weet nu als geen ander hoe het voelt om een 3-jarig paard zo met pensioen te moeten doen. Ja, nogmaals bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei.